Welkom, mijn naam is Arno Kentgens. Ik ben hoogleraar magnetische resonantie. En mijn onderzoek vindt plaats in dit gebouw en dit heet het Goudsmidpaviljoen voor NMR-onderzoek. Nou, in dit lab staan 8 zogenaamde NMR-spectrometers. In het Nederlands noemen we dat kernspinresonantie. Wat is kernspinresonantie nou precies? Het principe dat we gebruiken is het feit dat nagenoeg alle atoomkernen magnetische eigenschappen hebben. En dat noemen we de kernspin. Die mini-magneetjes, als je die in een groot extern magneetveld plaatst, dan gaan ze met een hoge frequentie tollen. De precieze frequentie waarmee al die kernspins tollen, die vertellen ons iets over de omgeving van zo'n atoomkern. Dus in wat voor soort molecuul of in wat voor soort materiaal zit dat atoom. En daarmee zijn de kernspins eigenlijk de ultieme spionnetjes die in elk materiaal van nature aanwezig zijn, waarbij we iets leren over de structuur en mogelijk ook de dynamica van moleculen en materialen. Ten slotte wil ik nog aangeven dat we hier veel apparatuur hebben staan, in totaal dus 8 van dit soort hoogveldmagneten. Dat is een behoorlijke investering, maar daar staat wel tegenover dat dit ook een internationale gebruikersfaciliteit is die door onderzoekers van over de hele wereld en met name vanuit Europa en Nederland natuurlijk gebruikt kan worden. Mijn naam is Ernst van Eck. Ik ben assistant professor hier op de Radboud Universiteit. En mijn specialiteit is magnetische resonantie, NMR. En ik geef colleges hier en ik doe onderzoek. En daar wil ik het nou even over hebben. Een van de dingen die wij hier heel interessant vinden en ook belangrijk zijn renewable energy. Hoe kunnen wij de energietransitie goed doorkomen? Nou, daarvoor kan je denken aan biomassa, daar kijken we naar. Maar ook batterijen. Batterijen zijn natuurlijk ontzettend belangrijk voor de opslag van energie. Wij doen dus onderzoek naar materialen die toegepast kunnen worden in batterijen. En nu hebben we dus net iets nieuws zijn we aan het ontwikkelen. Dit is een zelfgemaakte batterij, in Delft gemaakt. En hier kunnen we dus metingen aan doen. Waar wij dus kunnen meten aan deze batterij terwijl we opladen en ontladen. En dan kunnen we dus kijken hoe goed is het materiaal waarvan deze batterij is gemaakt in het batterij zijn. Dus kunnen de lithium-ionen, kunnen die makkelijk van de ene kant van de pluspool naar de minpool en weer teruggaan. Dat is ontzettend belangrijk voor batterijen. En op die manier kan je dus een batterij ontwikkelen die veel energie bevat, die licht is, die je wel 1000 keer kan opladen en ontladen. En veel energie bevat. Dit batterijtje gaan we dus in een probe doen en dat stoppen we dus in zo'n magneet. En dat zal straks de technicus kan heel goed laten zien hoe dat precies in elkaar zit. Die heeft ook zelf die probe ontwikkeld en gebouwd. Wat er dus gebeurt in die magneet, al die lithiumatomen die gedragen zich eigenlijk als hele kleine magneetjes. En die gaan dus allemaal met het magneetveld meestaan. En wat wij dus eigenlijk doen is kijken hoeveel energie kost het om die magneetjes om te draaien in het magneetveld. En dat hangt heel sterk af van waar die lithiumatomen zich bevinden. Dus bij de pluspool kost het ietsje meer moeite dan bij de minpool. En dus kunnen we precies zien waar deze lithiumatomen zich bevinden. En op deze manier werkt dus deze NMR-techniek. Tijdens een typische dag op het lab ga je eerst koffie drinken, want dat is heel erg belangrijk. Ik ben Saskia, ik ben momenteel 4e jaar bachelor student science aan de Radboud Universiteit. In mijn stage kijk ik naar nieuwe materialen voor batterijen. En ik hou me momenteel vooral bezig met hoe goed ionen zich kunnen bewegen in die batterijmaterialen. Ik wilde mijn stage graag hier doen, omdat ik geïnteresseerd ben in fysische chemie. En NMR is dat gewoon echt. En ook vond ik leuk dat het echt op het snijvlak tussen theorie en praktijk zit. Want je kan allemaal kwantumberekeningen doen en daarna kan je een spectrum meten en dan zie je dat er echt in terug. Dat vind ik erg leuk.
Ik ben Hans Jansen en ik ben werkzaam als technicus op de NMR-afdeling. Nou, een deel van mijn werk is onder andere het bouwen van eigenlijk speciale NMR-probes. Voor het meten van aan materialen waar een standaard probe niet geschikt voor is. Dit is zo'n NMR-probe. Een NMR-probe maakt onderdeel uit van een NMR-spectrometer. De probe gaat in de magneet en op een zodanige manier dat het te meten materiaal zich in het centrum van het magneetveld bevindt. Nou, met behulp van de NMR-detector die zich in het midden van de batterij bevindt, kunnen ze het NMR-signaal opnemen en de informatie die ze uit dat NMR-signaal kunnen halen zegt wat over de chemische samenstelling van het batterijmateriaal. Het idee is ook dat we straks ook real-time kunnen gaan meten, dus dat wil zeggen tijdens het opladen of ontladen van de batterij. My name is Angel. I'm a PhD student in this lab. What I work on is NMR, or nuclear magnetic resonance spectroscopy, for the solid state. So solid state NMR is a very powerful technique for structural determination in material science. And knowing the structural information can help you fine-tune the functions of materials. So even though NMR is very powerful, there are still a lot of challenges and room for improvement. So one of the main challenges in NMR is that the experiments can take a very long time to run, and also the data you get could be very complex, making it very hard to extract out important information. So what I do in this lab is method development for solid state NMR. So what we try to accomplish is that to develop new methods to make these experiments less time consuming, and also make the data less complex so that you can extract out information more easily. Why am I a PhD student here, and why in NMR? So the main reason is that NMR is a very powerful technique. It can give you a lot of information. So it's a very useful method to be studying. Second of all, it's a very versatile method. And what I mean by that is that there's a lot of different types of experiments that you could run, so that it never really feels repetitive. And another reason why I'm here is because if NMR is so versatile, then sometimes it really feels like the limit is just the researcher's creativity. And really, in that sense, then the sky's the limit, and you can do whatever you want, and that's great. And so I chose this facility in particular for my NMR is that we have a lot of great support from the technicians. Since I'm working on method development, it's very important that I have a lot of hardwares to be playing with, a lot of technicians help to build stuff, and in that sense, yeah, this facility is great.